De lockdown begon eigenlijk precies in die tijd van de 40 giorni, de 40 dagen. En ik heb het eindelijk een keer echt gedaan. Gewoon thuis, even niet meteen in al die videoconferenties en proberen angstvallig. Maar het leven wordt stopgezet en dat staken, dat beviel me eigenlijk wel goed. Dus als je een jonge vader bent en je gaat vertraagd leven, dan ga je in één keer zien dat je kind echt leeft en dat hij echt ontwikkelt. En dat hij kan lachen en dat hij aankijkt. En dan ga je in één keer het kleine heel erg waarderen. Dus bedankt voor de 40 giorni. De Nieuwe Poort is een huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas. Het zijn veel vierkante meters tegenover het hoofdkantoor van ABN AMRO. Maar het is vooral een sociale werkplaats. Je kan er eten, drinken, vergaderen. En de mensen die jou bedienen, die je eten voorbereiden, die de zalen klaarrecht zetten, zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De coronacrisis betekent voor de Nieuwe Poort niet veel leuks. Als sociale ondernemer misschien niet de goede keuze gemaakt om me over te leven aan landlords, aan huurbazen. En zeker op de Amsterdamse Zuidas en trouwens ook in het handelsgebouw in Rotterdam kom je in handen van kapitalistische beleggers, private equity zelfs. Dus ja, eens even rustig om de tafel zitten en zeggen, ja, wij zijn een stichting, een huis voor ontmoeting en inspiratie. En wij zijn in het hele gebied, proberen wij de menselijke maat te voeren. Ja, dan kun je wel teruggaan naar de Deutsche Kapitalanlage, maar dan zeg je, ik ben een dominee. En dan zeggen zij, was ist ein Pfarrer? En was ist ein Stiftung? Voor ja, gewoon je huur betalen en we pakken je bankgarantie anders. Dus het is hart tegen hart. En nou ja, dat spelletje kennen we ook in de Nieuwe Poort. En die uitkomst is nog onbekend. Ik vat mijn predikantschap heel erg op als ja, twee oude woorden. Pastor en profeet. Laat ik die allebei uitleggen. Pastor is gewoon herder. Dus in Spanje heet een Duitse herder heet een pastor alleman als hond. Dus ik ben gewoon een herder. Dus je herdert mensen, schapen. Bijvoorbeeld zo rondom een begrafenis en dan ben je heel erg iemand die mee oploopt, dan ben je een verbinder, dan ben je een zielzorger, zo je wilt. Maar als profeet ben je een criticus, hou je eigenlijk de koning, zij die aan de knoppen zitten, de machthebbers, een spiegel voor. Je bent een nar. En dat is soms natuurlijk wat verwarrend, van toen heb ik hem daar meegemaakt en wat sprak die lieve verbindende zalvende woorden. En toen maakte ik hem daar op het podium mee en wel een beetje een fel bijtetje. De economische elite van het New Boys Network voedt zijn kinderen van jongs af aan op met een wonderlijk mensbeeld. Wij mensen zijn in de eerste plaats competitieve wezens. Natuurlijk is er binnen de eerste kring van familie en vrienden warmte, maar daarbuiten is het koud. Daar treffen we een wereld aan waarin alleen de sterkste wint. Hiervoor moeten we onze kinderen dus klaarstomen om zich staande te houden in een samenleving van markt en strijd. Kijk, elite betekent letterlijk zij die voorop gaan, de voortrekkers. En bijvoorbeeld naam wordt elitair. Ja, dat vinden we niet heel leuk. Daar klinkt een bepaalde aanstelligheid in. Dat wil je zeker niet worden verweten. Maar elite, dat ben je al snel. Als jouw wieg op een bepaalde plek staat, dat is in Nederland als het wassenaar van de wereld toch al heel snel het geval. Dan ga je dus voorop omdat je een bepaalde opleiding hebt gehad, omdat je een bepaalde som geld van je ouders meekrijgt. En dat is geen vrijblijvende rol. Dus één, ontken niet dat je elite bent. Daar gaat het boek over. En twee, als je die zelfontkenning voorbij bent, weet dus dat er een bepaalde verantwoordelijkheid gepaard gaat met het zijn van elite. Niet alleen in economisch, maar juist ook in sociaal opzicht lijkt de bovenklasse in toenemende mate losgekoppeld te zijn van de onderklasse. De bovenklasse verkeert voornamelijk onder elkaar. Hun kinderen gaan naar goede scholen, vakanties worden op dezelfde plekken gevierd en ze trouwen onderling. Ze hebben het prima voor elkaar en ze hebben geen idee dat er iets verkeerd zit. Simpelweg omdat ze de anderen niet meer tegenkomen. Als je jong professional bent, kun je denken dat brood op de plank, geld verdienen, werken, een baan een ene realiteit is. En bezinning, reflectie, beschouwing, een andere. Maar probeer dat nou eens wat dichter bij elkaar te brengen.
Want je gaat zien dat als je denkt in verhalen, in narratieven, waar je zelf een personage bent op het wereldtoneel, dat de manier waarop je naar de wereld kijkt alles gaat zeggen over hoe je werkt. En dat je jezelf gaat laten beïnvloeden in de manier waarop je je brood verdient. En dan is dat veel meer een eenheid, dan is dat geen schizofrenie, maar ben je een mens één van stuk. Integriteit noemen ze dat. Onmiskenbaar heeft deze systemische taal uit de bedrijfskunde een ontmenselijkende werking gehad. Deze taal dringt eerder onbewust dan bewust de samenleving binnen. Zelfs in de sfeer van het gezin, familie en vriendschap, in de liefde, de relatie en het huwelijk. Het is een abstracte, functionele wijze van spreken die het liefdevolle basisprincipe van twee mensen die elkaar eenvoudig als een ik en een jij willen ontmoeten, bedreigt. Als je het als jong professional anders wil doen dan het vigerende systeem, of dat je in ieder geval af en toe wil tegenbewegen, dan kun je het soms heel erg zwaar krijgen. En hoe hou je het dan vol in die strijd? Want je bent in zekere zin een dappere strijder. Hou dat ook vol. Dus maak een verbond. Niks lukt in het leven als je niet het verbond aangaat. Dus doe dat samen. Word een clubje, toch wel. Word het een groep, een gemeenschap. Maak een geallieerde vereniging en deel die verhalen. Maar ga dus ook kijken precies waar het verzet begint en waar je precies tegen strijdt. En wie soms een beetje jouw tegenstanders zijn. Maar die tegenstanders, zet ze niet weg als onmensen. Want ook zij hebben een naam, ook zij komen uit een vader en moeder voort. Maar het zou nou juist zo mooi zijn dat als ware het een Oosterse vechtsport. Dat je meegaat in hun energie en terwijl je dus eigenlijk met ze strijdt en worstelt en ook uiteindelijk gewoon een andere kant voorhoudt. Want vergeet niet, en jij hebt wel die verbeeldingskracht, zou ik bijna zeggen, dat het verschil tussen een worsteling en een omhelzing maar dit hoeft te zijn. In de financiële sector kom je vaak ontwikkelingen tegen, of misschien wel collega's of collega's bij andere organisaties, waarvan je denkt, ik ben het daar zo niet mee eens. Ik heb hier echt een hele grote hekel aan. En wat is nou de kunst? Zijn dat vijanden? Ja, in zekere zin wel. En durf je dan ook zodanig uit te spreken? Durf te blijven tegenspreken? Durf te blijven zeggen dat je het er niet mee eens bent? Laat het niet lopen. Maar één belangrijk begrip bij vijandschap, en dat is geboren vanuit broederschap, is dat als je het met iemand niet eens bent, dat je zo iemand niet van loskoppelt, afserveert, maar dat je diegene blijft vasthouden, ook al ziet hij het totaal anders. Dus zeg het soms met harde woorden, maar blijf diegene ook zacht vasthouden. Want alleen kun je je vijanden lief hebben als je je toch ook gewoon als collega's en als medemensen en als broeders blijft zien. Want dat is uiteindelijk veel meer powerful dan dat je eigenlijk iemand al voor je eigen gevoel helemaal van loskoppelt. De elite is na de financiële crisis van 2008 niet in staat gebleken om te reflecteren. Zijn de taal, het denkvermogen en de verbeelding aanwezig om vragen te formuleren als: welke visies en beelden van een goede manier van leven, van een goede samenleving, hebben wij? Vele pogingen tot herbezinning op de rol van de markt en de rijkwijde ervan zijn dan ook gestrand. Het falen van de financiële markten 10 jaren geleden heeft het geloof in de vrije markt nauwelijks getemperd. Mijn concrete tip voor de young professionals is 1. Ga meer fictie lezen. 2. Ga op zoek naar de betekenis van je eigen naam en je eigen verhaal. En ga niet op in het grotere geheel. 3. Heb je feiten enorm op orde. Dus blijf wel degelijk ook je linker hersenhelft oefenen. 4. Ga op zoek naar je roeping. En ga die onbemiddeld doorzetten in dit leven. En 5. Blijf hoop houden dat er uiteindelijk voor iedereen recht en gerechtigheid komt. Want het beloofde land is dichterbij dan je nu nog denkt.